Terwijl ufo's uit het heelal van alle kanten van de aarde op de aarde afkomen en ons bestormen, kijkt de journalistiek de andere kant op, klaagt ufoloog Anton Teube. Vorige week zaterdag hebben we een melding gehad boven Grijpskerk van een object de grootte van een voetbalveld wat niet zo hoog bewoog en richting Zuid-Laren wegvloog. Tussendoor natuurlijk veel meldingen en een van de apartste meldingen de laatste tijd was boven Noordhoorden. Dat was een object in een sigaarvorm van ongeveer zo'n 800 meter. Anton Teube is oprichter van het ufo-meldpunt Nibiru in het Groningse Grijpskerk. Hij is ook eigenaar van de website Nibiru.nl. Hierop brengt hij nieuws over onder andere ufo-waarnemingen. Wereldwijd komt er heel veel nieuws binnen. En in het noorden komt het nieuws natuurlijk met name bij ons binnen hier in Grijpskerk. We zijn het ufo-meldpunt en er is zo, ja, in deze omgeving is er over dit onderwerp heel veel bekend. Veel ufo's dus boven Groningen. Dat moet dan in het Dagblad van het Noorden staan. Ja, dat zou je verwachten, maar dat zien we natuurlijk niet op de voorpagina staan. Nee. We zien achteraf wel eens wat kleine berichtjes staan, maar dat is dan ook alles. Pieter Sijpersma is hoofdredacteur van het Dagblad van het Noorden. Volgens Anton Teube besteedt het Dagblad van het Noorden te weinig aandacht aan het verschijnen van ufo's. Ja, nou, het is immer de vraag hoe vaak het zich voordoet. Volgens hem iedere dag. Ja, kijk, daar heb je het probleem aan. Als iets zich iedere dag voordoet, dan is het geen nieuws meer. We besteden er wel eens aandacht aan, ja. En hoe vaak is dat? En wanneer doet u dat? Nou, wanneer bijvoorbeeld mensen, onze lezers, ons gaan bellen. En dat ze meen iets te hebben gezien. En als dat 10, 20 mensen zijn, dan zeggen we, nou, dan moesten we maar eens een berichtje van maken. Heeft u er wel eens aan gedacht dat die ufo-verhalen misschien niet helemaal geloofwaardig overkomen? Nou, daar kan ik moeilijk aan denken, want ik volg feiten. En ik hou niet van geloof. Ik praat over dingen die ik weet. Neemt u Anton Teube serieus? Jawel. Marcel Hultspas is wetenschapsjournalist en auteur van een boek over de ufo-rage in Nederland. Voor Teube is het een buitengewoon belangrijk probleem. En dan kun je je voorstellen dat hij vindt dat de media er veel te weinig aandacht aan besteden. Maar ja, de media hebben zo hun redenen natuurlijk om er geen aandacht aan te besteden. En wat zijn die redenen? Nou kijk, ufo's worden al zo'n 60 jaar ja, gezien, tussen aanhalingstekens. Al 60 jaar melding eigenlijk. Begon in Amerika, 48, en dat gaat maar door. Het laatste jaar is het overigens heel stil. 60 jaar zien, maar er is nog niks gevonden. Er is geen schroefje, geen boutje, geen buitenaards bloemenvaasje waar wetenschappers iets mee kunnen, zal ik maar zeggen. En dus is het onderwerp, bij gebrek aan hard bewijs, is het gewoon doodgevallen. Dit is keihard bewijs? Dit is een van de duizenden keiharde bewijzen die er zijn. Alleen al hier rondom Groningen. Dit is een object die zich heeft gemanifesteerd boven Hoogkerk en Groningen, waar het een tijd lang heeft gehangen. Dit speelt zich eigenlijk dagelijks af in deze omgeving op alle mogelijke plekken. Soms 1, soms 7, soms nog meer. En ja, dit hebben we niet in de dagbladen teruggezien. Waar we het wel terugzien, dat is in het gewone plaatselijke krantje van Hoogkerk. Wat vindt u hiervan? Fantastisch. Er bestaan duizenden foto's die buitengewoon geheimzinnig zijn. En het enige wat je daarmee kunt doen is zeggen van ze dienen onderzocht te worden. En vooral met moderne technieken, denk aan Photoshop, denk aan alles wat er mogelijk is op digitaal gebied, is het gewoon buitengewoon moeilijk om van een foto te zeggen van hier is iets geheimzinnigs aan. Wat denkt u hiervan? Ik denk dat het een soort rood-gele pannenkoek is die misschien inderdaad boven Hoogkerk heeft gevlogen. Ik denk dat de media zichzelf serieus moet nemen. Dus wij hebben onszelf al serieus genomen. We wachten nu op de rest. Mediaraad, nog een reactie? Ja, we zien ze regelmatig vliegen. Ik had graag die scoop gehad trouwens, hoor. Nu vliegen schoot. Goed, heren. Met uw welnemen ga ik door met ons volgende programma onderdeel.